Is het gezond om fruit bij het ontbijt te eten? Is het gezond om fruit bij het ontbijt te eten? Er zijn een hoop verschillende meningen over fruit bij het ontbijt eten. Terwijl sommige personen denken dat het niet goed voor je is, denken anderen dat elke dag fruit consumeren op een lege maag zeer bevorderlijk is voor je gezondheid. Wat is beter? Zonder twijfel is fruit perfect voedsel om de dag mee te beginnen, omdat het niet een hoop energie vereist om door het spijsverteringsstelsel verteerd te worden. Het biedt ook verschillende voordelen voor je functioneren gedurende de dag. Fruit wordt ook gezien als het enige voedsel dat in staat is om je hersenen sneller te laten werken, waardoor het een balans met de andere delen van het lichaam biedt. Fruit biedt ook de belangrijkste elementen voor het goed functioneren van je systeem. Fructose is het grootste ingrediënt van fruit afgezien van water, dat over het algemeen een gehalte van 95 is. Hoe zou ik fruit moeten eten? Veel mensen weten niet hoe ze op de juiste manier fruit moeten eten om het meeste uit de voordelen te halen. De beste tijd om fruit te eten is bij het ontbijt of op een lege maag. Waarom zou ik fruit bij het ontbijt of op een lege maag moeten consumeren? Dit is zonder twijfel de meest effectieve manier om fruit te consumeren, omdat tijdens het begin van de spijsvertering fruit niet verteerd wordt in de maag, maar juist in de dunne darm. Fruit gaat snel door de maag en gaat door naar de darmen. Dit is waar de suikers vrijgelaten worden. Dus als je fruit zou combineren met zetmeel, aardappelen of vlees, dan zou het niet bij de darmen arriveren, wat de plek is waar fruit het beste presteert. Het zou in plaats daarvan beginnen te gisten. Wat gebeurt er wanneer het eten van fruit muziek maakt? Als je fruit eet en naderhand een onaangename smaak in je mond hebt, je oncomfortabel voelt of een zwaar gevoel in je maag hebt, dan heb je zeer waarschijnlijk het fruit niet correct geconsumeerd en je maag was niet leeg. Als dit niet het geval is, dan zou je contact op moeten nemen met je dokter voor advies. Andere samenstellingen en beraden aan om sap in flessen voor het ontbijt te vermijden? Dit geldt ook voor sap in blik of sap in glazen potten, aangezien dit verhit is tijdens het productieproces, waardoor de originele sapstructuur zuur wordt. Het bevat bovendien conserveringsmiddelen. Nu we het over de voordelen hebben en fruit in de morgen eten maakt niet alleen je dieet minder zwaar, maar het biedt ook bekende natuurlijke eigenschappen, helpt om tegen hartziektes te beschermen. Versterkt haarvaten, vooral zwakke aders, die constant hartaanvallen of interne bloedingen uitlokken. Door het bioflavonoïde gehalte voorkomt fruit dat bloed dikker wordt, wat verstopte slagaders kan veroorzaken. Zo maak je een fruitdieet effectief als je gewend bent om uit bed te stappen en veel tijdens het ontbijt te consumeren, waarbij je nooit je brood met boter en koffie opgeeft, dan start je zeker weten je dag slecht. Je vult je maag met elementen die pas aan het einde van de dag verteerd zijn. Daarom moet je overwegen om voedingsmiddelen te consumeren, die makkelijk geabsorbeerd worden en je lichaam reinigen, zoals fruit.
Probeer wanneer mogelijk alleen vers fruit en sappen te consumeren zodra je wakker wordt of tot midden op de dag. Hoe langer je dit doet, hoe meer kans je je lichaam geeft om zichzelf sneller te reinigen. Andere aanbevelingen: als je fruit en sappen gaat consumeren, probeer er dan altijd voor te zorgen dat ze niet erg koud of ijzig zijn. Dit stolt de componenten en vertraagt de spijsvertering. Je zou moeten beginnen met na je maaltijden een warm kopje thee te drinken of een beetje warm water als je dat liever wilt. Deze warme temperatuur verzacht vetten, zodat ze sneller geëlimineerd kunnen worden en het bevordert de spijsvertering.